Terlede TV wordt mogelijk gemaakt door Heibedrijf M.Kool BV. Voorafgaand aan de wedstrijd Terlede tegen VVOG hebben we hier pupil van de week David Wojcik. Hij is 10 jaar oud, speelt in de JO11-2. Hij speelt daar op het middenveld en hij voorspelt voor vandaag een 2-1 winst voor Terlede. Wat dat helemaal niet erg zou vinden, gok ik zomaar. Terlede wat de punten nodig heeft en daar alles aan gaat doen om die vandaag hier op Sportpark de Rode Molen te houden. Met hier Van Otterlo in de eerste minuut al. Terlede wat gelijk de aanval zoekt, hier ook de eerste kans krijgt, maar de redding is daar van keeper Epping. VVOG, laag geclasseerde ploeg, staat niet echt goed bekend om zijn aanval. Maar gaat het hier toch maar eens proberen. Met Bottenheft. En die haalt daar een corner uit. De corner is daar voor VVOG. De corner valt wel heel goed en de corner gaat er daarin. Het is hier Rihairo Meulens die hem erin komt en VVOG al na 5 minuten op voorsprong zet. Dit had Terlede toch niet verwacht. En zo is dit een domper in de eerste paar minuten voor Terlede. De corner is fantastisch, maar Rihairo Meulens staat daar wel heel erg vrij om hem rustig aan in te koppen. VVOG gaat rustig door met de aanval zoeken. Maar daar is het keeper Daan Prins die gaat zitten. Die lijkt geblesseerd te zijn. En als die dat echt is, is dat een enorme tegenvaller voor Terlede. Dat is hij, want hier gaat keeper Klee Vos de Mooi, reservekeeper Klee Vos de Mooi, die er hier inkomt. En daar gaat Daan Prins, hij druipt af met een blessure. Nog een tegenvaller voor Terlede dus. Met een reservekeeper op goal 1-0 achterstaan tegen een laag geclasseerde ploeg. Dat is meestal niet de makkelijkste opgave. Van Otterlo. Oh, goede onderschepping van Anuoha. VVOG wat rustig door blijft aanvallen. Die rustig op zoek gaan naar de 2-0. Met hier een overtreding van Terlede. De vrije trap van Kersten. Die gaat erin via een hoofd van Terlede. Om precies te zijn, Mounir Darazi die hem hier in zijn eigen goal komt. En zo staat VVOG 0-2 voor uit bij Terlede. En is dit dubbele pech voor Terlede. Keeper al geblesseerd, 1-0 achter en dan ook nog de eigen goal hier. Ja, de vrije trap is goed. Maar ja, je komt hem niet zo in je eigen goal natuurlijk. Keeper, reservekeeper Vos de Mooi ook kansloos. Onuoha met een korte terugspelbal en dan is het hier Van den Berg die zich goed doorbikkelt daar tegen de verdediging. En dan gaat hij neer en dat is een penalty. Een penalty voor Terlede, dat is lekker. Om toch net voor rust op misschien 2-1 te komen. Hier Van den Berg die zich goed doorbikkelde daar. En dan ja, de overtreding, dat is natuurlijk niet slim van Tim Muller. En de penalty wordt daar binnen geschoten door Liemann. En zo is het weer een wedstrijd, de aansluitingstreffer van Terlede. Moet dan uit de penalty komen. Maar laten we hopen dat het positieve inbreng brengt voor Terlede. Met hier de aanval. Weer net voor rust. De voorzet is daar. En daar kan nog een corner uitgehaald worden. En wat doet die nou? Onuoha, die schiet zo'n bal in de ballenjongen. Tegen de ballenjongen aan. Dat is een rare actie. Hij krijgt er geen kaart voor. Maar een rare actie van de linksback van VVOG. De corner komt er alsnog. Valt hiervoor Van Otterlo. Van Otterlo en dan gaat erin. Net voor rust, 45e minuut. En het is 2-2. Terlede met de goal. Het is Van Otterlo met de punt. Maar maakt niet uit hoe hij hem erin schiet. Hij telt. En zo is het een mooie comeback van Terlede met een reservekeeper op goal. En 2-0 achter naar 2-2. Dan ga je wel lekker de rust in. Na rust komen beide ploegen er lekker aanvallend uit. Ze willen allebei scoren natuurlijk. Allebei de 3 punten meepikken. En dan is het hier VVOG wat voor het eerst een serieuze aanval op gaat zetten. Het lijkt bij het spel, wordt niet, de vlag blijft omlaag. Dan valt de bal hier goed.
Die valt heel goed, die valt er fantastisch in. Wat een goal van Bas Wommes om VVOG net na rust op een 2-3 voorsprong te zetten. Hier, de actie was hier goed van Meulens. De voorzet kwam niet helemaal lekker aan. Maar dan is het toch wel geweldig binnengeschoten van Wommes. En zo kijkt Terleden weer tegen de achterstand aan. En moeten ze weer. Met Van Otterlo hier. Welkom bij Stemers. Stemers met het schot op de paal. Ah, daar was Terleden heel dichtbij de 3-3. Stemers weer hier aan de bal. Wordt hij dan de man die het gaat doen voor Terleden in de tweede helft? Van Otterlo. Van den Berg, goede actie van hem. Schudt zo twee man af, dan is het daar. Limon weer op de paal. Twee keer op de paal in 3 minuten. Het zit ook niet mee voor Terleden. Hier de man die hem erop schoot. Limon. Van den Berg. Gaat de kaats aan. Nou, Van Otterlo, die tikt hem in één keer heel mooi door naar Van den Berg. Dit kan wat worden. En weer Van den Berg die neergaat. En weer de bal die op de stip wordt gelegd door scheidsrechter Paarhuis. Van den Berg wordt daar heel smerig neergehaald eigenlijk hoor. Dit was een hele goede bal van Otterlo. En Van den Berg die dan richting goal leek te gaan, daar wordt neergehaald. En dan is het weer Limon die achter de bal gaat staan. Limon, blijft hij cool voor de tweede keer? Dat blijft hij zeker. En zo is het 3-3. Pak Limon de bal, want ze willen door bij Terleden. Ze willen die 3 punten pakken. Ze geloven er weer in. VVOG, wat natuurlijk een beetje bang is om nu ook nog de 4-3 tegen te krijgen. En Terleden wat vol druk zet en hier daarom ook de bal meekrijgt. Van Otterlo. Daar gaat Van den Berg. Van den Berg in een 1-op-1. Hij maakt dit cool af. Maar het feest gaat niet door, want de vlag gaat omhoog. Van den Berg staat blijkbaar buiten spel. En zo gaat het feest niet door als Sportpark de Rode Molen. Van den Berg blijft wel lekker doorvoetballen met hier Stemers. Stemers naar Van Otterlo. Kan hier wat uitkomen voor Terleden. Limon. Valt ongelukkig over de bal heen. Dan kan VVOG gaan counteren. Maar Terleden heeft al snel weer de bal terug. Dat is netjes gedaan. Hij kan hier weer een aanval gaan opzetten. VVOG wat lekker gaat drukken. Maar Terleden had zich daar netjes uitvoetbald hoor. Goeie bal dit op Stemers. Stemers gaat door. Leg hem op Van den Berg. Dat doet hij. En dan ligt hij er ook in. Het is Van den Berg. De man die al 2 penalties versierde. Die hem nu zelf maakt. En daardoor Terleden naar de overwinning helpt. Zo is het 4-3. Wat een wedstrijd. Van 2-0 achter naar 4-3 voor. Dat is nog wel een verhaal. Hier een mooie actie van Stemers hoor. En dan Van den Berg die daar lekker afmaakt. Ja, hij kan ook niet veel meer doen dan dat in zo'n positie. VVOG wat natuurlijk misschien nog een doelpuntje kan maken. Hier op de counter hebben ze er wel zin in. Oh, een overtreding daar. Van Boulet. En Boulet die had al geel. En die krijgt hier inderdaad zijn tweede geel. En dan moet Terleden de laatste 10 minuten met 10 man door. Aanvoerder Mike Boulet die hier zijn aanvoerdersband op de grond gooit. En Terleden wat even een tandje bij moet zetten. Maar uiteindelijk maakt het allemaal niet uit. Deze slechte vrije trap van Van Otterlo is het laatste wat in deze wedstrijd gaat gebeuren. Want scheidsrechter Maurice Paarhuis maakt er een eind aan. En zo wint Terleden met 4-3 van VVOG. Omar, wat vond je van de wedstrijd? We komen ontzettend snel achter. Vrij onnodig. En dan zie je dat we toch een beetje tegen onszelf gaan voetballen. We geven gewoon te makkelijk die goal weg. Vervolgens kom je op een 2-0 achterstand. En dat is natuurlijk wel ontzettend balen als je met een bepaald plan het veld in gaat. En dan sta je ineens met 2-0 achter. Dus dat was wel even een fikse domper. Maar ik denk dat uiteindelijk herpakken we ons uitstekend. Voor rust nog. Ja, en dan kom je heel anders die tweede helft in. Wat is er in de rust allemaal gezegd? Ik denk wel het algemene. Op het moment dat je 2-2 maakt, volgens mij in de 45e minuut. Dan ga je natuurlijk vol voor de overwinning. Je speelt thuis. Je bent het publiek iets verplicht. We zijn onszelf iets verplicht. Dus we gaan vol voor die overwinning. En dan kom je weer achter. Weer vrij onnodig vind ik. Maar ja, als je hem dan toch zo over de streep weet te trekken, denk ik dat je het einde van de dag uitstekend hebt gedaan.